dit is Bonshow. Bonshow. Zorg dat je het onthoudt, de plek waar je carrière begint of ophoudt. Het is sowieso dope om bij Bonshow te zijn. Die audities had ik totaal nog geen ervaring. En dat was wel even wennen natuurlijk. En nu, het is leuk om die groei te zien, weet je wel. Van, het is nou volgens mij een jaar geleden allemaal. Ja, ik wist niet eens wat dubbelrijm was toen ik begon. En nu, nu gaat het lekker, man. Nu gaat het echt lekker. Het is gewoon ja, een hele stap die je onderneemt, zeg maar. Dat is wel dope om te zien. Ja, ik heb allemaal shit gedaan, man. Ik heb na de MAVO, dat is volgens mij 3 jaar geleden of zo, ben ik begonnen in Utrecht op Grafisch Lyceum. Dat heb ik niet afgemaakt. Was ik volgens mij na een halfjaartje was ik al done. Toen ben ik gaan kijken wat. Toen ben ik een vak gaan leren. Ik ben gewoon barbier nu. Dat ben ik gaan leren. Gewoon om even safe te zijn ook voor de toekomst. En ja, ik ben freelance fotograaf nog. Dat doe ik ook nog vrij veel. Volgens mij was de eerste keer. Mijn eerste ding was bij Punch-Out nog. Ik wist helemaal nog niet. Toen was ik nog helemaal niet professioneel. Dat is volgens mij 2 jaar geleden of zo. Ja, dat man. Ik krijg veel opdrachten van vissa's en zo. Op vissa's schieten, dat is wel leuk. Gewoon daar ook mee bezig zijn. Van alles man, van alles. Mijn beste battle was sowieso tegen Jigoslav, laatste battle. Ja, zeker. Ja, gewoon sowieso de meeste crowd reaction die ik ooit heb gekeken, dat vind ik belangrijk. Ik hou echt van als de mensen beginnen te schreeuwen en shit. En ja, alles klopte gewoon wat beter of zo. Ik had het natuurlijk beter af kunnen maken en zo. Af en toe nog een stampeltje hier en daar, maar het was wel het cleanste en ook het leukste denk ik om te bekijken voor mensen thuis. Onderschat je performance niet. Performance is het belangrijkste. Je kan de hardste bars tapen of harde bars pennen wat je wil. Maar het gaat echt om hoe jij op het podium staat. Dat is het belangrijkste, man. Je kan, weet ik veel, iedereen eruit schrijven, maar je kan niet iedereen eruit rappen. Dat is het tweede ding. En ga gewoon met een zelfverzekerd gevoel die battle in, anders ga je kapot. Nou ja, wat je nu dus krijgt, ik moet nu gelijk tegen Stef. En dan gaan mensen verwachten allemaal van, ja, Stef gaat hem sowieso klaren. Stef gaat dit, Stef gaat dat. Maar mensen verwachten niet zoveel van mij. En dat is, dus je gaat snel, ga je mensen verbazen of zo, weet ik veel wat. Maar iedereen verwacht van, ik ben nu wel zeg maar het laagste van het laagste. En ik ga daar gewoon alles aan doen, dat maakt je wakker of zo, weet je wel. Je moet wel je mannetje staan, want je weet dat de battle tegen Stef hard gaat worden. En je weet dat je pak slaag gaat krijgen. Maar dat hoeft niet, je moet wel je mannetje blijven staan natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Nee, dat wil ik niet zeggen, dat wil ik zeker niet zeggen. Ik hoop dat Stef mij ook een beetje gaat onderschatten. Want ik weet gewoon dat ik nog harder kan tegen Gigo. En ik weet gewoon, altijd als ik een battle terugkijk, denk ik, dat kan beter. En dan, zo level voor level ga je leren. En als je tegen Stef gelijk gaat, dan weet je gelijk van, oké, nu is het aan, nu moet het gebeuren. Want anders is het dood. Stef is ook een leuke tegenstander. Ja, ook die battle gaan benaderen, dat is gewoon, ja, hoe ik het altijd doe, maar dan wel iets gevatter of zo. Want eerst had ik altijd school, werk en shit. En ik ben nu voor de komende maand ben ik best wel veel vrij. Dus nu er ook echt voor gaan zitten en zo. Eerst was ik gewoon bezig en dan kwam er iets in me op en dan schreef ik dat op. En nu ga ik er gewoon ook echt voor zitten en gewoon, ja. En de tekst ook gewoon tapen, zodat je terug kan luisteren en kijken wat beter kan. Zo het voor elkaar kregen. Beste bed van Stef, denk dat tegen Jenseno wel, ja man, die is het dikst. Die is het hardst. En waarom? Ja. Omdat hij hem op elk flank killt. In het begin was het van, wat deed hij toen ook alweer? Ja, toen zette hij met dat zwarte pieten ding en iedereen wist dat ook van Jenseno. Dat ze sloeg lekker aan en op elk flank en toen weer met die travestiet en toen weer met die moeder aan het einde. Dan kill je voor mijn gevoel, dan kill je. Dan kill je. En iedereen, het was ook zo, Jenseno, alle ogen waren op Jenseno, weet je wel. Niemand lette echt, niemand wist eigenlijk wie Stef was, behalve via de hard battles en zo. En hij heeft daar zo echt zijn stempel op gedrukt van, yo, ik ben Stef en ik kan iedereen, oude cats kan ik ook slopen. Dat vond ik ook wel hard. Newsy keus, dat is sowieso een harde battle, want je weet dat die boys allebei gewoon goed. Waldo Chopper, maar gewoon ook omdat ik Waldo gewoon altijd dope vind. En dat ik altijd wel gewoon als iemand hard komt, als ik weet dat iemand hard is, dan ga ik die battle sowieso checken. Want maakt niet uit voor die tegenstander. Chopper is ook al hard hoor, maar ja, Waldo kijk ik sowieso naar uit. Giant kijk ik altijd naar uit.
tegen wie moet die Ramsey volgens mij? Ja, Ramsey kan ook wel wat. Ja, dat soort bets. Ik vind het ook leuk dat mensen nu tegen elkaar worden gezet, weet je wel. Eerst was het altijd, ik wil niet tegen jou, dit en dat. En nu moet je tegen, want Steph zou ook niet uit zichzelf gelijk tegen mij gaan of zo, weet je wel. Dat is ook dope, dat je dat ook krijgt, dat systeem. Zeg maar. Om de kans maken om de league te winnen. Ja, als ik nu zeg Steph, dan denk ik van, ja, dat is niet, ja, ik denk dat Steph sowieso wel de grootste kanshebber is. Ook omdat hij gewoon favoriet van het hele seizoen is al, weet je wel. Hij wordt best bekeken. Hij is nieuw, dat is ook. Voor de rest denk ik dat Waldo sowieso een grote kans maakt. Keus ook. Dus, tussen die drie gaat het erom spannen, denk ik. Maar ik hoop dan ook dat iemand als. Hij moet gelijk tegen Keus volgens mij Nuzi. Maar ik denk ook wel dat Nuzi ook wel de kwaliteit heeft om tot de halve of tot de kwartfinale of zo te komen. Stef. Onderschat me alsjeblieft niet, want ik kom je halen. Ik zou zeker niet doelen op mijn oude battles, man. Dat moet je echt niet doen, dat is dom. Dat is echt dom. Je moet gewoon komen zoals je tegen Insano komt. Je moet gewoon komen zoals je tegen Crazy komt. Komt goed, Stef. Nou, 25 juni, jongens. Dat is het hardste punch-out event die er in tijden is geweest. 8e finales. Alle topboys, komt helemaal goed, man. Jullie gaan niet eens drinken willen halen, jullie gaan niet eens jonko willen roken, jullie willen alleen maar gewoon die battles gaan kijken. Dat is het wat 25 juni gaat gebeuren.